Dit is het stuwmeer. Zo zag het water er eens uit. Dit is een van de scallions op het meer. En dit is het resultaat na de komst van de scallions. Dit is Libidoti, omsingeld door vervuild water. En dit is hoe het zuidoostelijke gedeelte van het district Merowijne vandaag de dag eruit ziet. Goedenavond, dit is Suriname Vooruit. Heel lang, wat gebeurt er in Suriname? Ten eerste wil ik even een kleine correctie aanbrengen. Wat meneer minister, voormalig minister Waterberg heeft verteld. Berust niet op waarheid, want alle wetenschappelijke rapporten meten het vlees van die vis. En dat wordt op kwik gemeten. En die waardes, dus in het vlees, die worden naar buiten gebracht. Kwik in de kop is dusdanig onbelangrijk. Het gaat om het vlees en het spierweefsel van die vlees. En daar zit dus die kwik in. Dus dat is een van die misleidingen die wij in onze gemeenschap krijgen over kwik. Vele mensen horen nog steeds praten over kwik in de kop van die vis. Het gaat niet om die kop, het gaat echt om het vlees van die vis. En ook metingen hebben dat aangetoond. Het begon allemaal met verontrustingen in Frans-Guyana, ons grensgebied vooral. En er zijn ook metingen gedaan uiteindelijk door het WWF, die dat rapportages erover hebben gemaakt via de ADEC. En alles wijst erop dus dat onze vissen, vooral de roofvissen, zwaar verontreinigd zijn met kwik. Ook blijkt dus dat vele, vooral de inheemse gemeenschappen, dus toen de tijd zwaar vergiftigd werden al met kwik. De Marons gemeenschappen toen nog minder, maar nu de laatste ontwikkelingen zijn dus dat ook de Maron gemeenschappen, Poesegroene, Nieuw Jacob Kondre, Ronsweg, dat er metingen daar zijn gedaan die zeer verontrustende gegevens naar buiten brengen. Dus, dus die vergiftiging blijft niet alleen meer maar bij die inheemse, mm-hmm. Het is ook bij de Marons terechtgekomen. Maar nu in het rapport van een milieugroep, instituut die onderzoek heeft verricht in China, waaruit blijkt dat zelf een race die ja. wordt geteeld in... Ja, het is bekend dus dat er inderdaad dus, onderzoek is gedaan van of dat die methylkwik ook in race terecht kan komen. En het is bewezen. Het is bewezen dus nu zegt de president aan de bewoners van Wajabo dat hij geen problemen heeft dat daar met scallion schout wordt gezocht. En daarbij zegt hij ook dat hij bewust van is dat hetzelfde water door de racebouw in die Keri gebruikt zal worden. Dus kwik is dan in feite nu dichterbij huis gebracht. Is het nog een ver van mijn bedshow voor de mensen in Paramaribo? Want tot nu toe reageert Paramaribo heel lauw op de berichten die vanuit het binnenland komen. Ik denk dat je dat zelfs wel aangeeft van dat het een zeer verontrustende situatie is. En ik wil zeggen van dat het niet alleen om kwik gaat. Bij elke vorm van mijnbouw, het is bewezen overal, vooral in het Zuid-Amerikaans, op het continent hier. Brazilië vooral is daar zeer berucht om. Dus we kennen die grote rampen die daar zijn geweest, waarbij dus zware mijnbouwafval dus in de rivieren terecht is gekomen en de rivieren zwaar vergiftigd hebben. Dus dan praat ik over niet alleen over kwik, maar ook over arsenicum, lood, vele andere zware metalen die ons eigenlijk onze omgeving, ons voedsel zwaar kunnen verontreinigen en vissen kunnen doden. Ruben, we hebben de beelden daar net gezien en we kunnen nu nog eens een keer naar kijken. Libidoti, die is omsingeld met kwikwater. Zeker wel, net wat de heer Fleury heeft aangegeven. Het is een zeer verontrustende situatie. En ik denk dat we nu wel op een punt zijn waarbij er toch vanuit de beleidsmaker actie moet komen. Mensen van het binnenland gaan als het ware langzaam maar zeker dood. Het zijn zware vervuilingen en we praten over water. En dat moeten die mensen consumeren. Eigenlijk zouden we nu gaan naar een situatie waarbij we bijna voor al die dorpen als het ware waterleidinginstallatie alvast moeten beginnen aan te leggen. En van waar gaat u dat schoonwater halen? Want als het omringd is met kwikwater?
Ik denk dat wat we kunnen doen is dat we alvast beginnen te zeggen met bronwater. En dat je bepaalde installatie toch hebt die je het ijzer kan vermijden. Laten we zeggen omgekeerde osmose. Dat zijn wel dure zaken. Maar als we kijken wat de ondernemers uit het gebied hebben weggehaald en steeds weghalen. En wat ze achterlaten voor het gebied. Het is echt verontrustend.